Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Waar we over gaan hebben vanavond, dat is over geestelijke groei. Groeien in Christus. Weet je, we hebben allemaal, als we Jezus nog niet aangenomen hebben, hebben wij allemaal onze oude natuur. En heb je Jezus aangenomen in je leven en je zonde beleden, dan heb je je nieuwe natuur. Dan doe je dat aan. En dat is heel goed voor de geestelijke groei als je je nieuwe natuur hebt aangedaan. Er zijn zoveel mensen die hebben een oude natuur, terwijl ze een nieuwe natuur hebben, hebben ze een oude natuur nog steeds in zich, of ze nemen het mee in het koninkrijk van God. Weet je, als je een nieuwe natuur hebt en je leeft nog in je oude natuur, dat botst tegen elkaar, hè? Dat gaat niet samen. Want de oude natuur, dat is voorbij, dat is je oude leven, dat is begraven door Christus. En dat is voorbij. Dus wij gaan in het nieuwe leven gaan we groeien in de Heer. En weet je, dat is ook heel erg belangrijk om te groeien in de Heer. Hè? Sommige mensen of kinderen van de Heer, die hebben een bepaalde stop. Dan komen ze niet verder, hè? Maar God wil dat wij gaan groeien en dat wij verder komen. Met de gaven en bedieningen en alles wat zo in de Bijbel staat. Kijk, als ze kinderen geen fijne jeugd hebben. En van kleins af niet goed wordt verzorgd. En de nodige aandacht en liefde krijgen, dan zal die zoveel tekort komen. Dat het kind niet in goede balans gaat groeien. Een kind moet een kind blijven. Je moet vreugde hebben, moet lekker gaan spelen. Je moet niet een last hebben van wat de ouderen zo al hebben. Hè, met ruzies en narigheid. En dat kind groeit op. En die wordt geconfronteerd en die groeit op in de dingen van de oudere mensen. En de volwassen mensen. En zo'n kind, dat gaat helemaal scheef groeien. Want er is dan geen vrede, geen liefde. En zo kan hij niet groeien. En zo is het ook met ons. Als er allerlei obstakels zijn, dan kun je geestelijk niet goed groeien. Weet je? De een groeit natuurlijk harder dan de andere. Dat is zo. Maar wij mogen elkaar stimuleren in ons geestelijke groei, elkaar steunen en bemoedigen en veel voor elkaar bidden en hierin elkaar niet belemmeren. Soms hebben die jonge lui op school, dan moeten ze dan hun lessen gaan leren. Nou, bijvoorbeeld, laat ik het zeggen, huiswerk maken. Nou, daar hebben ze dan geen zin in huiswerk te maken. Dan gaan ze dan, zeg maar, teuten, hè? Van, nou, vandaag ga ik mijn huiswerk niet maken. Want vandaag heb ik geen zin in. En dan raken ze achter en dan hebben ze geen, dan komen ze er niet. En zo doen ze dat elke keer weer. En dan komen ze helemaal achter en dan moeten ze er volgend jaar erop, dan blijven ze zitten. In dezelfde klas. Dus ze hebben niet gezorgd dat ze vooruit komen, dat ze niet groeien, dat ze naar de volgende klas gaan. En er zijn kinderen die doen wel hun best ervoor. En niet iedereen heeft natuurlijk hetzelfde karakter. Sommigen willen misschien ook nog niet geroepen zijn door de Heer. Sommigen die zeggen van, nou, ik heb eigenlijk nog niet zoveel zin in. Want ik vind het zo nog wel best hoor, met de Heer. Ja, en dan, als de Heer dan een plan heeft met mijn leven en ik moet gaan groeien. Ja, ik zit nog zo lekker zo, hè. Ik doe nog leuke dingen en dan ben ik het kwijt allemaal.
Ik moet soms mijn best doen. Nee hoor, dat is niet zo. Maar als je God lief hebt, dan doe je uit liefde voor hem. Dan wil je groeien. Want je denkt, God is zo goed voor mij. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Waarom zou ik dat niet willen? God vraagt het van mij. Maar het moet ook uit een liefdevol hart zijn. Het moet niet een moeten zijn. God wil dat je hem zo lief hebt, dat je het graag doet. Dus als wij openstaan waar God ons door heeft geroepen, dan kan God aan ons werken. Ja, en soms blijven we steken in onze geestelijke groei. En komen niet verder. Er kunnen bepaalde belemmeringen zijn natuurlijk. Soms houden wij de dingen te veel vast, waardoor wij niet verder komen. Dat kan. Maar wat heerlijk, hè, dat God ons wil gebruiken. Dat hij ons nodig heeft. Hij is een grote God. Die hemel en aarde heeft gemaakt. Het is toch heerlijk dat hij ons nodig heeft. Ja, wie zei dat toch weer in de Bijbel? Er stond ook, gij wormpje Jacob. Dus wij worden gezien als kleine wormpjes. Ja, dat God zo bemoeienis met ons wil hebben. Nou, dat is heel wat. En weet je, als je ergens voor geroepen bent door de Heer, en je gaat groeien en groeien en je komt steeds verder, dan zal je misschien ook mensen ontmoeten die zeggen, oh, hoort jij dat? Nou, dat kan ik me niet voorstellen hoor, want ik ken jou zo goed. Maar gelukkig denkt God zo niet. Hij vindt ons uniek in wat wij doen voor hem. In alles wat we doen. En weet je, dat is nou God, hè? Dat is zijn grote liefde. En God, ik kijk veel verder dan wij kijken. En soms moet je ook wachten op een bepaalde taak. En mag je voor die tijd eerst ander werk doen voor de Heer. Dat heb ik ook moeten doen. Maar alles wat je doet voor de Heer, dat is fijn om te doen. Kijk maar naar de koning David. David was een herdersjongen. Hij hoedde eerst de schapen voordat hij het grote werk ging doen. Hij was niet meteen koning, hè? Dat was hij niet. Hij moest eerst kleine dingen doen. Nou, en weet je, in die tijd dat je dan nog niet echt helemaal voor de Heer gaat, wees daar blij om. Want dan kan je nog zoveel leuke dingen doen en genieten van het leven met de Heer. En dan kan je het woord van God in je nemen. Je kan, ja, je kan de Heer helpen om te begrijpen. En je gaat lekker leren. Dan ben je nog niet voor die grote taak, hè, of een andere taak wat je dan gaat doen voor de Heer. Maar weet je, als je in een taak zit waar de Heer je voor geroepen heeft, het ligt eraan of je voorganger wordt of ik weet niet wat allemaal. Nou, als je zo ver bent, dan krijg je ook strijd hoor, dat weten wij ook wel. En dan zeg je, nou dat hoeft van mij niet hoor, al die strijd. Maar dat krijg je gewoon, want je leeft hier in een wereld met de vijand. En die wil niet dat jij verder komt. Die wil het liefst dat je blijft zitten. En weet je, er is nog een gezegde. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En dat is met je werk ook zo. Bijvoorbeeld als je een ober bent of ander werk moet doen, hè, begin je ook in het klein. Ze hebben veel geleerd. Ze hebben een diploma en ze denken, nou kan ik beginnen. Want ja, ik ken heel veel dingen, maar als ze dan beginnen, dan valt het tegen. Want dan moeten ze nog in praktijk ook nog bewijzen dat ze dat hebben geleerd. He, dan moet je in één keer, ja zo beginnen met het werk. En vaak valt het tegen, dat is met verpleging, dat is met alles zo. En met autorijden misschien ook. Dat je denkt, nou ik heb nou goed geleerd en dan ga je in één keer in de drukte en dan is er geen, is er niemand meer naast je die je leert. He, zo gaat het dan. Dus je moet de fijne knijpjes
van je werk leren in praktijk. En dan kun je nog zoveel diploma's hebben, maar het komt erop aan als je begint, dat dan, of je daar echt geschikt voor bent, of dat je je tijd daaraan hebt gegeven om te leren. En weet je, wij kunnen ook wat onze groei betreft de mensen niet opleggen dat ze harder moeten groeien. Mensen moeten dat zelf doen met Christus. We kunnen niet elkaar gaan forceren. Oh, jij bent nog niet zo ver, maar je moet dat doen hoor. Anders kom je er niet. En je mag best een keer vermanen. Dat is helemaal niet erg. In liefde dan, hè? Echte liefde tot God. Dus niet gedwongen. Weet je, ik heb laatst, kreeg ik in één keer in mijn hart om een spreuk op te schrijven. En dat is: echte liefde vraagt niet veel. Echte liefde geeft meer. Ja, dat doet Christus ook, hè. Hij geeft alleen maar. En weet je wat het mooiste is? Als je heel veel problemen hebt en je gaat een ander helpen en je staat ervoor open, dan vergeet je in één keer je eigen zorgen. Dan vergeet je al je troubles en moeilijkheden, want je denkt, ja, die ander heeft het nog moeilijker dan ik. En ik kan toch ook wel die persoon steunen of helpen. Want de een is een voet, de ander is een hand. En dan vergeet je alles waar je mee zit. En weet je wat je ook krijgt? Dan denk je, hé, wat heerlijk is dat. Ik vergeet gewoon mijn depressiviteit, mijn moeilijkheden, mijn zorgen. Als ik in één keer opensta voor wat God van mij vraagt en ik ga andere mensen helpen die het ook moeilijk hebben. Dat is zo, dat is echt waar. En weet je, iedereen, tenminste de meeste mensen, hebben toch een polisblad, hè? Dat hebben jullie toch ook voor ziektekosten, verzekering en begrafenis. En dat moet ook groeien. En hoe meer je hebt gespaard, hoe beter het is natuurlijk. En als het goed geregeld is, dan heb je het voor elkaar. Zo is het ook in het geestelijk leven. Zo is het ook met de Heer in het groeien. Met de Heer. Hoe ziet je polisblad eruit in je geestelijk leven? Is het allemaal voor elkaar? Is er groei in je geestelijk leven? Of is er een stop en kun je niet verder? Ja, we zijn zelf verantwoordelijk voor onze groei. Je kunt je eigen groei ook stoppen, hè, met de Heer. Het ligt aan onszelf of wij verder willen groeien of niet. En het is ook met de kassen zo, met planten en fruitbomen en alles wat in de kas wordt geteeld. Dan moet de tuinman goed naar kijken of alles wel groeit en bloeit, dat het heel goed gaat. En de kleur en alles is belangrijk, hè. Nou, zo kunnen wij ook op onze geestelijke groei letten of dat wel goed gaat. Dus als je je oude natuur vast blijft houden, zoals ik net al zei, dan kan het zijn dat je niet verder komt. Dan krijg je strijd. Want de oude natuur, daar is ook vaak zonde dat je daarin wil blijven steken. Dus investeer je tijd niet voor dingen die je ver weg houden van God. En beuzelarijen of onbelangrijke dingen, bijvoorbeeld negativiteit. En de Bijbel zegt: laat los, dan zul je ook losgelaten worden. Ja, dat is waar. En loslaten betekent ook er naar handelen. Niet alleen maar in je gedachten van, oh, ik laat het los en het is los. Nee, je gaat er naar handelen. Dan zal je ook verlost van worden. Dus als er mensen zijn die je tegenwerken in de groei en die je tijd afnemen van de goede dingen van God,
vergeef het hen maar. Maar laat ze verder los. Ga gewoon door met de dingen te doen die belangrijk zijn. Want ik hoor ook vaak, het is eindtijd. En God heeft ook wel eens haast hoor. Hij wil heel veel door ons heen doen. Dus de belangrijke dingen van God, die gaan eerst voorop. Met onze dagelijkse dingen. En weet je, als je daar je tijd aan spandeert, dan zul je ook zegen ontvangen. Zegen op zegen. En zo kunnen wij verder in Gods Koninkrijk groeien. Dus maak je tijd nuttig. God gaat door met alles als jij dat ook wil natuurlijk. Soms kunnen er misleidingen zijn op je weg om je ver te houden van de dingen van God. Zodat Gods plan in jouw leven niet verder kan. Maar als wij dwars door alle hindernissen heen slaan en doorgaan, zul je ook resultaat zien. Weet je, probeer... Dat heb ik ook wel eens gezien bij mensen. Probeer nog niet de hele dagen en weken je vrouw of man of gezin hun karakters te vormen. En steeds maar achteraan te lopen. Hé, dat doe je niet goed. Zo doe je niet goed. En de hele dag loop je op je tenen. Want je denkt, ja, wij zijn kinderen van de Heer. En moet je zien wat ze doet. Nee. Nou, daar word je toch zenuwachtig van. En je slaapt er niet goed van. Weet je, als je dingen ziet dat nog niet overwonnen is bij je kinderen of man of vrouw, breng het maar bij de Heer. Want dan heb je ook rust en vrede. Je mag best eens een keer wat zeggen, dat is helemaal niet erg. Maar de liefde van God, dat helpt door alles heen. En positieve aandacht te geven en in liefde de dingen te zeggen en corrigeren, dat helpt. Weet je waarom ik dat zeg? Omdat ik dat zelf heb meegemaakt. Ik heb ook wel eens dat ik denk van, nou zeg, doet ze nou dan weer? Maar je leert met de jaren wel dat je gewoon niet de hele dagen mensen kan veranderen. Dat doet God alleen. Dus niet elke dag op elk wisselwasje hun karakter corrigeren. Dan wordt het alleen maar erger en erger en je krijgt eerder verwijdering. Breng het bij de Heer, anders krijg je scheefgroei en krijgt zijn hekel aan je. Geef heel veel liefde, want de liefde van God is de sleutel tot verandering voor hun groei. God vormt ons karakter en niet... Wij, ieder 24 uur, en te zeggen, doe dit, doe dat, doe zus of zo. Dan weet je, op het laatst willen ze je mijden en willen ze je niet meer zien. Dus je jaagt ze in het harnas. Dus daarbij, als je meer de dingen bij God brengt, dan heb je veel meer rust. En dan weet je dat God het gaat doen voortaan. En het gekste is, mensen die alsmaar corrigeren aan je, die hebben vaak ook last van heel veel dingen. Dan denk je, nou, als ik naar jou kijk, dan heb je zoveel dingen, nou, dan kan ik het ook wel zeggen. Dat is zo. Stel dat de Heer nou de hele dag tegen ons zegt van, nou, Ilse, ik heet Ilse, hè. Ilse, wat doe je nou dan weer? Nou, dat kopje moet je zo neerzetten en niet zo. Oh ja. Zet ik mijn kopje zo neer. Ja, en niet morsen. Oh ja. Even een doekje halen. Hè? En dan gaat de hele dag zo door. Oh, zou ik toch gek van worden, of niet? En kinderen zijn ook niet gek, hoor. Kinderen weten ook wel wat goed en wat niet goed is. En weet je, vroeger in Indonesië zat ik op school, en op de lagere school, en mijn ouders die hadden een school gezocht,
het dichtst mogelijk aan huis. Dat je niet te ver hoeft te lopen of te rijden of wat dan ook. Nou, en in Indonesië hadden we het niet zo breed. We hadden het wel goed hoor, maar niet zo breed. Dus dan gingen we met Becak naar school. Dat is zo'n karretje, daar zit zo'n man op. En die gaat dan fietsen en jij zit dan in die kar. En als het regent, heb je dan zo'n rolgordijn daarvoor, dat het niet in gaat regenen. Nou, dat was best een leuke tijd. En wij moesten dan naar school lopen, omdat het goedkoop is en het was dicht bij huis. Maar als het heel hard regende, daar kon het heel hard regenen hoor. 6 weken lang, want hier heb je dan de winter, maar dan heb je daar de natte moesson heet dat, hè? De regentijd. Nou, dan mochten wij met de bedjak. Zo heet het dan, hè? Dan gingen we dan lekker in de bedjak, met z'n drieën. Ja, en ik heb nog een klein broertje, maar die kwam later pas, die werd later pas geboren. Dus gingen we met z'n drieën naar school. Maar die school, er was een juffrouw en die was zo streng. Die was zo vreselijk streng. Dus de kinderen die dorsten al niks meer te zeggen als ze binnenkwamen. Dan keek ze ons al zo aan met die ogen. Van nou, je kon je adem al niet meer halen. Dan zat je daar zo van oh. En ze heeft ook een stok bij zich. Dat hadden ze vroeger op school, hè. Lekker de kinderen slaan, dat deed ze ook. Dus we waren bang voor die juffrouw. Maar het is niet goed voor onze geestelijke groei. Beslis niet. En toen had ik een keer niet goed opgelet en ik ben een keer gevallen en op mijn knie had ik pleister en verband op. Oh ja, op zo'n gaas, hè, met pleister op. En dat was een behoorlijke wond en het ging een beetje genezen al. Maar toen lette ik een keer niet op en wat deed die juffrouw? Kom hier! Nou, ik moest naar voren. Jij let weer niet goed op. Nou, en ze sloeg dan met die stok, hè, en dat bloedde dus jilpte eruit. Nou, ik weer zitten en weet je wel, dan ben je geschrokken. Maar toen ik thuis kwam, heb ik dat natuurlijk verteld aan mijn ouders. Nou, mijn ouders waren kwaad, heel boos. Nou, zij dan naar school, hè, naar de school. En ik weet niet wat ze allemaal hebben gedaan, maar ze hebben wel haar aangeklaagd. En ik denk niet meer dat ze daarna heeft gedaan. Kinderen slaan. Dus met slaan helpt ook niet. En weet je, dan kan je ook niet goed leren als kind. En je groeit ook helemaal scheef op je school. Je kan niet goed concentreren, want je denkt, oh, elk wisselwasje, dan komt die juffrouw weer met die stok. Dat doet me denken eigenlijk aan het volk van Israël in Egypte, hè. Dat ze slaven waren. Nou, toen zijn mijn ouders, nou, dan ga je maar naar een andere school. Dan gaan jullie maar naar een andere school. Een betere school. En we kwamen daar en er was zo'n lieve juffrouw. En die kwam op streng kijken. Als we bijvoorbeeld niet opletten. En ze ging even weg. Nou, dan gingen we naar het raam. En dan gingen we gillen en lachen en schreeuwen en zingen. Maar dan kwam ze weer. Dan gingen we allemaal weer zitten. Maar dan keek ze ons aan en dan gingen we gauw zitten. Maar er was zo'n lieve juffrouw, dat was heel wat anders. Dat was een liefdevolle juffrouw en rechtvaardig was ze. En bij deze juffrouw konden we heel goed leren. Heel goed zelfs. En dan ging je ook groeien, hè, als kind. En dan ging je ook over naar de volgende klas. Dus hiermee wil ik zeggen dat je de groei van anderen niet moet tegenhouden. Stimuleer ze maar. Als je groot werk krijgt van de Heer, dan wordt er ook meer van je gevraagd. Hè? Als je verantwoordelijk werk krijgt. Stel, je krijgt een koninklijke salving. Ik heb wel eens gehoord dat broeder Hans een profetie uitsprak over mensen of kinderen. Ja, je krijgt een koninklijke salving. Nou, wauw, dat is wat, koninklijke salving. Dan denk je meteen, nou, ik krijg een hele grote bediening of zo. Maar, toen moest ik denken van, koninklijke salving, dan moet je je ook koninklijk gedragen.
ook in je doen en laten moet je koninklijk zijn. Want het is niet zomaar een koninklijke salving. Dan moet je de Heer Jezus vertegenwoordigen en God zelf. Dus naar buiten uit moet je zo zijn zoals God dat van je vraagt. Dus je daden is ook heel belangrijk. Want de Bijbel zegt ook dat wij ons naar buiten uit moeten gedragen. Dat zegt Paulus, hè? En met liefde en bewogenheid van de Heer naar de anderen toe. Psalm 92, vers 13 tot en met 14, dat wil ik even voorlezen. Psalm 92, vers 13 tot en met 14. Hebben we die allemaal? De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon, geplant in het huis des Heeren groeien zij in de voorhoven van onze God. Wat staat erop? Hoe kun je groeien als een palmboom en opschieten als een ceder van de Libanon als je rechtvaardig bent? Hier staat het, de rechtvaardige zal groeien. En dan heb ik ook nog Hooglied 4, vers 13 tot en met 15. Hooglied 4, vers 13 tot en met 15. Dit zijn hele mooie woorden, hè, Hooglied. Wat uit u opspruit is een lusthof van granaatappel. Van een granaatappelbomen met kostelijke vruchten, hennabloemen en nardusplanten, nardus en safraan, kalmus en kaneel, met allerlei wierookstruiken, mirre en aloë, met al de kostbaarste specerijen, fontein der Hoven, bron van levend water, beken van de Libanon. Nou, dat zijn hele mooie woorden. En weet je, dat is ook voor onze groei. Dat de mensen kunnen zeggen van nou, als je bij die persoon bent, hè, daar ervaar ik de bron van leven water, beken van de Libanon, met al de kostbare specerijen en fontein der Hoven. Zo mogen we zijn. In onze groei, dat we een zoutend zout zijn voor de wereld. Laten wij zo mogen groeien dat wij een lusthof zijn voor vele mensen. En dat wij de geur van Christus mogen uitstralen. Tot zover. Goedenavond verder.